Nee, juffrouw, nee, ik wacht op meneer zelf. Graag, ja, dank u wel. Hier. Wanneer moet je nou eigenlijk zijn bij die dokter? 8:30. Ja, jongen, dan sta je toch om 9:30 op straat? Wat mankeer je eigenlijk? Nou, dan ga je maar een uurtje later, hè? Tot zaterdag. Ah, meneer Housel met de firma van Sierte. Ik bel u even naar aanleiding van die sending computer terminals. Zo, je kunt je wel weer aankleden. Hoe is het thuis? Tja, wat zal ik zeggen? Het gaat. Is jullie zoon al terug? Nee. Komt hij ook niet terug? Ik denk het niet. Hij zit in Amsterdam. Nou, dan weten we het wel. Weet je, eerlijk gezegd, ik maak me een beetje ongerust over je. Rij je nog steeds op het Midden-Oosten? Italië. Oh. Hoe lang doe je erover? 2-3 dagen. Dat hangt er vanaf. Wat? 3 dagen op en neer naar Italië? Nee, 2 dagen heen, 3 dagen terug. Ja, het is maar net hoe gauw je een terugvlucht krijgt. Zeg maar 5-6 dagen, soms langer. Elke week? Elke week. Hoe lang zit je dan achter het stuur? Totdat het niet meer gaat. Ga eens even zitten, wil je? Kijk, ik zeg het maar ronduit. Het bevalt me niks. Je bloeddruk is veel te hoog. Gauw vermoeid, telkens hoofdpijn. Ik vind dat een internist jou maar eens moet bekijken. Die kan er meteen een cardiogram maken. Moet dat? Ja, dat moet. Ik zal een afspraak voor je maken. Wanneer kun je? Morgen? Morgen? Nee, ik vertrek nu naar Italië. Oh, nou, vandaag over een week dan. 8:30 in het ziekenhuis, bij dokter De Vries. Moet dat nou echt? En als collega De Vries vindt dat jij wat kalmer aan moet doen, dan moet je maar eens met je baas gaan praten. Je gaat nu eerst naar de apotheek. Je krijgt een kalmeringsmiddel van me. Dat neem je 's avonds voor het slapen gaan. En niet onder het rijden. Afgesproken? Dat kijkt naar mij. Ben jij? Nee, ik. Zoek je wat? Ziekenfondskaart. Ga je naar de dokter? Nee, daar kom ik net vandaan. Had je me wel eens mogen vertellen. Wat was het voor? Koppijn. Is het zo erg? Gaat wel. Maar op het lange eind beginnen we goed van te balen. Hmm. Nou, schat, dan ga ik maar weer. Die smeertroep, waar is dat goed voor? Ga je uit? Dit? Niets. Ga de stad in. Nu kom je weer terug vrijdag? Vrijdag? Nee, dat zal wel zaterdag worden. Jij gaat de stad in? Ja, mag ik? Weet je dat het maandag is? Nou en? Volgens mij is het maandag in 1 winkel open. Oh ja. Nou, dag. Dag. Dus maandag moet ik naar die dokter. Hé, hey, wil jij nog niet weg? Of moet je soms ook naar de dokter? Nee, kapotte waterpomp. Maar er zit wel weer een ander op. Mag ik even de papieren? Dat kan hij niet gaan. Hij? Ja, we kunnen toch best een beetje ruilen. Ik naar Italië? Waarom niet? Nu meteen? Nee, volgende week. Kan niet op best. Oké, jongens, wat moet dat moet, hè? Nou, kom op rijden met die handel. Hup, hup. Wat zei je nou? Moet je naar de dokter? Ja. Ernstig? Ah, de oude dag. Oud. Jij oud? Ik zat al op zijn bak toen jij nog bij je moeder in de kinderwagen lag. Hey Rob, je hebt toch nooit wat gehad? Nee, ik ben nou wel. Heb je het aan je tikken? Dat moeten ze nog uitzoeken in het ziekenhuis. Maar ik weet verdomme goed wat ik voel. Dat hoeft geen dokter me te vertellen. Zeg Henk, huh? Dat blijft wel onder ons, hè? En nou? Rijden natuurlijk. Hey, zit je nog bij Marion? Het zou kunnen, ja.
Italië bent, verzier alvast een paar lekkere meiden voor me. Hoe wil je ze hebben? Net als koffie. Bitter, donker en lekker heet. Hé, hey, pas een beetje op je eigen, hè. Adieu. Hey. Zie je niet dat ik zit te eten? Dag Jan, pintje? Ja. Marion, wat heb je met de biefstuk gedaan? Wat, is die weer niet goed? Maar meid, hij is prima. Nooit zo goed gehad. Hoe krijg je hem zo'n mals? Ze is in mijn bed geweest. Hé, hey. Oh, jij die smerige praatjes voor je, hè? Al die vrouwen die zijn ook hetzelfde. Ben jij opgestapt? De gouden krul speelde eruit en de hortop. Jouw wijf ook? Zeker weten. Al die chauffeursvrouwen, toch? Oh, kom niet allemaal, hè? Allemaal! Kijk, ze doen wel alsof er geen moer in de hand is, maar volgens mij belazeren ze de kluit. Bij het leven. Allemaal. Zeg, Rob. Weet jij wat je vrouw uitspookt op dit moment? Nee, jij? Zal ik eens raaien? Raaien kan ik zelf ook. Weten, vriend, daar gaat het om. Dat weet ik genoeg. Marion! Afrekenen? Staat er wat van de vorige keer. Weer naar Italië? Ja. Mag ik even bellen? Je weet de weg. Die gaan eens bellen. Dat gaat toch niet helemaal. Ja, ja. Bellen, bellen, bellen. Mm-hmm. Check, dubbel check. Ja, hallo? Hallo, pa? Nee, die is er niet. Weet ik niet. Ik kom net uit school. Komt er wel eens iemand als ik weg ben? Ja, tante Ellie, dat weet ik. Nee, ik bedoel, of er wel eens iemand anders komt. Ja, pas een meneer. Weet ik niet. Mam zei dat hij van een verzekering was. Oh, ja. Ja. Nou, ik moet maar weer eens verder. Dag. Thank you.
merk niets aan hem. Hij zegt nooit wat. Als hij maar kan rijden, dan is hij gelukkig. En hoe is de situatie tussen de kinderen en hun vader? Oh, die zien hem ook bijna nooit. Als hij thuis komt, dan slaapt hij of hij werkt in de tuin. Harry heeft nooit iets aan zijn vader gehad. Die zit nou in Amsterdam omdat hij je thuis niet meer kon harden. Met andere chauffeursvrouwen, praat je daar dan nooit mee? Die zitten toch allemaal in hetzelfde schuitje? Ja, juist daarom. Helpen jullie elkaar dan niet? Je kunt de vuile was maar beter binnenhouden, hè? Zo denken de meesten erover. Alleen met Wim, daar kon ik wel fijn mee praten. Dat was eigenlijk de enige. Wie is Wim? Is dat een vriend van je? Nou ja, hij zat ook op Italiaanse les. Niet dat ik wat met hem had of zo, hoor. Dat denken ze dan zo gauw. Dacht Rob dat ook? Misschien. Had je hem wel eens verteld over Wim? Waarom niet? En hoe reageerde hij erop? Hij zei niks. Maar hij liet verdomd goed merken dat hij me niet vertrouwt. Hij denkt dat ik, een verhouding heb met Wim. Zeg, kom nou. Met Wim niet, met niemand. Nee, dat denkt Rob. Ja. Anders weet ik ook niet waarom hij zo rottig doet de laatste tijd. Ik heb eerlijk gezegd het idee dat jullie te weinig kans krijgen om met elkaar te praten. Ik zou het prettig vinden als jullie de volgende keer samen zouden komen. Oh nee, dat doet hij niet. Ja, nou, dan zit er niks anders op dan dat je het alleen probeert. Wil je dat? Ja, natuurlijk wil ik dat, als ik maar wist hoe. Nou, je zou kunnen beginnen met het allemaal eens op te schrijven. Alsof je een brief schrijft. Aan jezelf, of aan Rob, of aan een vriendin. Dan dwing je jezelf namelijk over je eigen situatie na te denken. Begrijp je? Prego. Telefono? C'è la cabina telefonica. Ah, grazie. Prego. Mag ik even de baas van je? Ja, hier met Rob. Zeg, ik sta in de buurt van Turijn. Ja. Ik wou door de Mont Blanc-tunnel terug. Kan dat? De Mont Blanc-tunnel? Waarom? Nou, scheelt me de dag. Man, denk dat toch eens na. Iedere keer die berg pas over. Die wagen gaat naar de kloten, ik ga naar de kloten. Kost een hoop tijd, is toch nergens goed voor? Goed, jongen. Neem jij nou maar fijn de Mont Blanc-tunnel. Ja, goed hoor. Maar je moet het wel zelf betalen. Je weet dat het bijna 180 pop kost. Hè? Maar neem jij maar fijn die tunnel. Zelf betalen? 180 gulden? Denk je dat ik voor mijn loon op stap ben? Nee? Nou goed. Dan krijg je niet zoals in het Heb je daar een tikker? Kijk, ik zeg het je maar ronduit.
Het bevalt me niks. Zeg, Rob. Weet jij wat je vrouw uitspookt op dit moment? Dit? Oh, niets. Ik ga de stad in. Ben je dan nog niet naar bed? Ik kon niet slapen. Ben je aan het doen? Huh? Wat je aan het doen bent? Ik schrijf. Een brief? Ja, een brief. Nou, ga dan maar naar boven, hè? Wanneer maakt papa mijn lampje nou eens? Nou, waarom vraag je het hem niet als hij thuis komt? Ik heb het al 3 keer gevraagd. Nou, dan zal ik het wel doen. Wel trusten. Ik hoef je niet meer naar boven te brengen, hè? Papa heeft nog opgebeld. En hij vroeg of jij er was, maar je was er niet. Wat vroeg hij? Of ik er was? Ja, en of er wel eens iemand kwam. Toen zei ik ja, tante Nelly. En laatst je meneer van de verzekering. Meneer van de verzekering? Ja, want dat vroeg hij. Had ik dat niet moeten zeggen dan? Natuurlijk. Het was toch ook die meneer van de verzekering? Nou, ga dan maar gauw naar boven, hè. Welterusten, lieverd. Wat doe jij hier? Ik dacht je morgen zou komen. Ik heb de tunnel genomen. Zeg, wat is hier aan de hand? Je komt de dag eerder, je belt Joke. Wat moet zo'n kind wel niet denken? De man van de verzekering. Denk je dat Joke daarin trapt? Nou, ik in ieder geval niet. Het was de man van de verzekering, verdomme. Dat soort dingen moet ik toch allemaal doen? Verzekering en zo. En waar was je dan maandag? Toch niet in de stad, hè? Naar Ellie. Naar Ellie, naar Ellie. Schrijf je soms ook liefdesbrieven aan Ellie? Liefdesbrieven? Waar heb je het over? Hier heb ik het over, godsamme. Ik wil liefde en die kan jij me geven. Het is gemeen! En hier, dan wil ik me aan je overgeven. Maar het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Heb je al gevraagd of je de lampje wil maken? Ja. Wanneer doe je dat nou eindelijk eens? Morgen. Hè, altijd morgen. Ja, moet het dan nu soms? Ah, je had toch tijd zat? Ja, tijd zat. Om bij te komen. Moet je wat vertellen, Els? Ja. Ik ga maandag niet naar Italië.
Hoezo? Nou, Henk gaat een weekje in mijn plaats. Waarom? Ik heb met hem gewisseld. Ik ga een tijdje dagritten maken. Ik wil vaker thuis zijn. Bij jullie. Kan je maandag je ook een slampje maken? Dokter De Vries. Wat is uw naam? Dreesen, Rob Dreesen. Ja, hier is uw kaart. Gaat u maar even zitten, dame. En dan ligt de hele borstkas open. Hé, wat eng. En dan? Nou, dan leggen ze het hart stil. Is dat met een elektrische schok dat zo iemand dan een meter de lucht invliegt van de operatietafel? Ja, ik weet wat je bedoelt. Als ze het op gang moeten krijgen, dat doen ze met een elektrische schok. Maar om het stil te leggen, dan krijg je een injectie. Dwars door je hart. Hé, jokkes. Maar het is een operatie. Ik heb nou geen tijd, ik kom een andere keer wel eens terug. Ik rij. Hè? Ik rij. Ja, hallo, zeg. Eerst vragen of er geruild kan worden. Nou, geen gelul eruit. Ach, man, laas erop. Kom je eruit, dan moet ik je eruit rammen. Zeg, wat mankeert je eigenlijk? Weet de dokter er wel van? Daar kom ik net vandaan. Ligt er nog meer? Oh, thuis. Ja. Ik heb er geen moer van, godverdomme. Henk? Luister eens. Hé? Zou je even naar Els toe gaan en te zeggen dat ik toch naar Italië ben? Hoezo? Nou kijk, als ik dagritjes maak, dan denk je dat ik een bespioneer. En dat moet ik nou niet hebben, joh. Ik moet dat glazen niet. Hé, hey, ben je dan nog niet weg? Verrik, ik dacht dat jij in het ziekenhuis was. Nee, is dik in orde. Oh, nou mooi, dan jij naar Italië. Kom op, af met die vette nek. Hé, hey, wat zou jij nou nog te doen? Nee, nou wordt die godverdomme mooi. Henk, geld. Hier, veel plezier met de meiden. Hé, hey, en dan geen geouwe hoer meer over die Mont Blanc. Hè? Jij gaat maar mooi over de Montseny. Ben je ooit over de Montseny gereden? Nee. Ben je ooit over de Taillis gereden? Nee. Nou, wat lul je dan, man? Zeikert. Met Rob? Nee, Rob is naar Italië. Dat moest ik even komen vertellen. Naar Italië? Zou vanavond thuis komen? Ja, meer weet ik ook niet. Kom je nu even binnen? Nee, ik heb nogal haast. Ik moet eerst nog los en dan naar de baas. Dan wordt het echt te laat. Dus ik ga er maar weer vandoor. Dag. Dag. Trek het je niet aan hoor, er is niks aan de hand. Rob is gewoon naar Italië zoals altijd. Vrijdag is hij weer terug. Thank you.
Hey, Rob. Rob, wat gebeurt er, verdomme? Verdomme, Rob, zeg, ik heb hem op kop gevallen. U rijdt hem kapot. Stoppen. Stoppen, zeg ik, Rob. Zit jij die Rob niet achterhoef? Kom aan, stoppen. Ga aan de kant staan. Aan de kant staan. Hij heeft verdomme geluk gehad, zeg. Er stond bijna in brand, kerel. Hé, hey, Rob. Nee, laat me maar even. Oh, wat is er? Ik ben mijn pilletjes vergeten. Ik had pilletjes tegen. Je bent verdomme doodziek. Zou je niet beter naar een dokter gaan, Rob? He? Ja. Ja, ja. Now you must sleep for the next 8 hours. Do you understand this? Sleep. Schlafen. No driving. What are you going to do now? Tell me. Schlafen. Schlafen. 8 Stunden. Ameno or to ore? Si, si, si. No, 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 no. No money. I'm always glad to help truck drivers. Grazie. Slapen. Dat zal ik dan maar doen, hè? Maar ik moest helemaal niks gedaan. Niks? Nee, helemaal niks. Dat zal hem gezien hebben dat geen Hollander zijn. Je bed staat weer recht, Rob. Hoe voel je je nu? Slecht. Ik denk dat ik eerst maar eens een paar uur ga slapen. En dan naar huis. Als je terug in Holland bent, moet je je remmen eens laten nakijken. Het zou kunnen dat er scheurtjes in de trommels zijn gekomen. En de remvoering zal wel verbrand zijn, denk ik. Bedankt. Jan? Ja? Als je wagen versleten is, wat doe je dan? Hem aan de kant zetten, voor je ongelukken maakt. Maar je wagen is toch niet versleten, Rob? Nee, maar ik wel. Gij, zit jij versleten? Dan moet er niet meer rijden, Rob. Dan moet je iets anders gaan doen. Wat moet ik, joh? Rijden is alles wat ik kan. Dan moet ik eens met mijn baas gaan praten. En vragen of hij je korte ritten geeft. Heb je nou weer die tunnel uit je eigen zak betaald? Nou, zet er maar 1 op je onkostenbriefje dan voor deze keer. Maar wat me wel een beetje van je tegenvalt, is dat er geen vracht terug is. Dat zijn we niet van je gewend, jongen. Ja, man, ik zeg het toch al. Ik was compleet afgeknapt. Echt. Ja, moe zijn we allemaal wel eens. Nou, wat wil je nou eigenlijk? Hm? Jij moest toch zo nodig? Naar Italië, bedoel ik. Ja, ik... Het gaat niet meer.
elke week op en neer. Ik kan het niet meer. Ik ben kapot. Dan moet Henk het voortaan maar doen. Dan zet ik jou wel op de dagritten. Ik ben ook zo jong niet meer. Ik wil het nu wel eens wat makkelijker hebben. Gewoon, 's avonds thuis om 6 uur, net zoals iedereen, begrijp je? Ach, verdomme. Ik heb toch gereden wat er te rijden valt. Rusland, Afghanistan, Iran, noem maar op. Mooi hoor. Nu elke week de Alpen over. Maar dan begint je wel goed de strot uit te hangen. Laten ze me maar eens dagritjes geven. Dat heb ik onderhand wel eens verdiend, zou ik zo zeggen. Ik heb er eens over gedacht om een café te beginnen. Een echt chauffeurscafé. En ik weet al hoe ik het ga noemen ook. De natte ketel. De natte ketel. Weet je wat dat is, de natte ketel? Nee. Dat is zo'n luchtketel, zo'n luchtreservoir in het remsysteem. Wat sta je daar nou te kletsen als een kip zonder kop, man? Waarom zeg je niet gewoon dat je hem in de gaten wil houden? Waarom al die leuterverhalen? Het is helemaal niet om jou in de gaten te houden. Dat is het wel. Dacht je dat ik dat niet gemerkt had? Maar als jij je daggetje zou maken, jongen, je doet maar. Hè? Kan je komen binnensluipen wanneer je maar wil, om te kijken of er misschien een man van de verzekering in huis is? Café. Zal je toch eerst je diploma's moeten halen? Nou, dat doe ik dan toch. Jij met die 2 jaar mulo van je? Doe jij daar, lieverd? Ik wil vragen of papa mijn lampje nou eens maakt. Is nou echt zoveel gevraagd om eens naar dat lampje te kijken? Het is toch verdomme je kind? Barst van mij met je lampje. De remmen zijn in orde. Daar is gisteren naar gekeken. Jan die zei dat hij nog nooit zoiets had gezien. Met een volle bak de berg af en als een scheermes door de bochten. Je moet hem maar een beetje aankleden, zou ik zo zeggen. Dat zal wel lukken. Hier, voor jou. Daar ben ik wel 10 keer dat hij hiermee over gegaan. Pak aan. En jij dan? Ah, joh. Voor die pokken eindjes. Aan zijn snoer uit het stopcontact trekken. Dan gaat de draad kapot. De gekke doet het. Dat is Adam Ant. Dat is een oude van de Dolly Dot. Leuke kamer heb je. Zeg, wanneer krijg ik nou die kamer van Harry? Ik kom toch niet meer terug. Nee. Maar ik loop nooit weg hoor, pa. Kom je nou elke dag thuis? Vind je dat fijn? Goed. Elke dag. Ik heb koffiewater opgezet. Komen jullie? Ja.
Ik heb die hoesen van zolder gehaald van, het was toch weer Bedford, geloof ik, hè? Een Scania. Oh. Verrek, ik wist niet eens dat je die nog had. Zouden ze passen? Stoel is een stoel. Hoewel. Ik wist niet leuk meer. Tuurlijk wel. Zit lekker. Checkies. Net als vroeger. Ja, dus zat ik toch ook iedere avond voor je te rollen? Ja, het is weer net als vroeger. Ja, dagritjes en... Kleine wagen. 'S Avonds thuis. Belazer je niet, echt niet. Dat denk je wel, maar het is niet zo. Voor mij had je nooit het internationale werk hoeven op te geven, echt niet. Alleen zijn, hè? Daar kan ik niet meer tegen. Zo'n checkie is soms het enige wat je hebt. Ik ben ook vaak alleen, Rob. Toen ik in het kamertje van Joker kwam, toen besefte ik ineens dat ik daar in tijden niet meer geweest was. Ja, Joko heeft je ook gemist. Kom. Ik moet dus gaan. Kijkt goed uit, hè? Els. Ja? Ik vertrouw je echt wel, hoor. Ja? Het was heel ergens andersom. Wat dan? Doet er niet toe. Dat heb geen haast. Het zou leuk zijn als je komt vanavond. Ik kom. Allee, ik zend hem weg. Tot vanavond, schat. Tot straks. Hé, hey, Rob. Jan, wat doe jij hier? En jij? Ik moet naar Oefel. Ik nam stof 1. Kom op, pakken we even een bak koffie. Hoe is het er nu mee? Niet over lullen. Lullen? Zeg, het gaat toch nog met de vrouwke zeker? Wat bedoel je? Jij denkt toch zeker niet dat ik... Het is een grapje, is ze. Ga maar jong maar in de warme drukken. Ze is jarig. Ah. Wacht even. En nog heel veel jaren. Dank je. Kom je ook vanavond? Ze komen allemaal, zeggen ze. Als ik op tijd in de buurt ben. Koffie? Ja, graag. En voor Jan ook één. Thank you.
Hé, hey, hoor je dat? Hè? Buiten. Ja, dan wil je zeker een serenade geven. Hé, hey, kan dat niet af? Zeg. Er is iets mis. Halle ambulance, Rob. Verdomme! Wat heeft hij dan? Het is afgelopen met Rob. Haal maar die wagen. Nee. Laat hem zitten. Rob had het vaak over jou. Toen Harry wegging, dat kon hij helemaal niet aan. Hij was al een hele tijd ziek. Hij klaagde ook nooit. Ik wist dat hij wel eens koppijn had, maar ik heb nooit gemerkt dat het zo erg was. Hij zei nooit veel. Had hij het wel eens over ons? Ik bedoel, hier thuis? Ik was ook altijd zo met mezelf bezig. Het gezeur om die kinderen die moeilijk doen en waar ik alleen voor moest opdraaien. En ondertussen was hij doodziek en heb ik het niet zo gemerkt. Maar waarom heeft hij ook nooit wat gezegd? Hè? Waarom heeft hij het zijn baas nooit verteld? Die man wist ook van niks. Ach, die denkt alleen maar aan geld, die zak. Nou, moet je niet zeggen, Henk. Hij is hier geweest, heeft me meteen geld gegeven. En 3 maanden extra vind ik toch netjes van hem. Ik heb net mijn ontslag genomen. Waarom? Ik wil voor mezelf beginnen. Ik ga morgen naar België om te kijken of ik een wagen kan kopen. Heb je daar geld voor? Nee, niet genoeg natuurlijk. Jong, waar begin je aan in deze tijd? Ik weet zeker dat Rob het je zou afraden. Ik doe het toch, Els. Ik weet wat ik wil.